Een hele reeks vacatures voor het grijpen in Limburg. Dat blijkt op de jobbeurs die Voca Limburg en de PXL organiseerden. We vinden het een groot succes. We hebben 75 standhouders. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorig jaar. Maar toch vinden we dat in de huidige tijdsgeest vinden we dat een heel goed aantal. En we merken ook aan het enthousiasme van die standhouders dat zij met veel plezier vandaag naar hier komen. En dat zij een aantal goede vacatures mee hebben die zij willen aanbieden aan onze studenten. Ook bij De Lorge is werk aan de winkel. Wel, de groep De Lorge Peerlings is volop in uitbreiding. Wij hebben momenteel al 5 vestigingen in 5 Limburgse steden. Ik sluit niet uit dat er daar in de toekomst nog bij komen. Daarnaast zijn wij ook een nieuwe garage aan het bouwen in Hasselt. Dus we zijn steeds op zoek naar extra mensen om ons team te versterken. Made in Limburg TV, het economische magazine op TV Limburg. Elke donderdag na het nieuws.